Wat we nog niet hebben laten zien tijdens de eerste video is van hoe je nou in werkelijkheid update. Dat kan ik ook nu pas laten zien, omdat ik nu op mijn tweede laptop eventjes ben. Op het moment dat je Lightburn opstart en je kunt bovenin zien dat we draaien op 1.0.06, geeft hij aan dat er een nieuwe update beschikbaar is. In dit geval 1.1.01. Ik vertelde dat in de video van gisteren al, dat we hadden vorige week 1.1.00. Maar inmiddels is er weer een update overheen gegaan. Nou, het proces is natuurlijk super simpel. We klikken gewoon op ja dat we deze willen downloaden. Die heel verhalen over Microsoft Edge. Niet interessant natuurlijk. Oké. We kunnen het bestand openen. En dat gaan we dan ook doen. En we voeren dat uit. Dit is een oude Windows 7 laptop, vandaar de meldingen allemaal tussendoor. Want dit kan natuurlijk ook geautomatiseerd. Sluit Lightburn af, zegt hij. De download wordt afgehandeld door uw browser. Sluit Lightburn af en voer het installatieprogramma uit zodra de download is voltooid. Nou, dat gaan we doen. Zo. We zien de setup. Programma en we zien daarin dat die vraagt of we een bureaublad item willen maken. Nou, dat willen we wel. En we klikken op next. Klik install to continue with the installation. Of terug als je dat niet wil. Nou, we gaan installeren natuurlijk. En daar gaat hij. Vervolgens kunnen we hier een driver installeren voor DSP. Lasers, maar dat is dus niet voor diode lasers, dus we hoeven dat niet te doen. Eventueel kunnen we een change log bekijken, dat is als je wilt weten wat er allemaal veranderd is. Dat hoef ik in dit geval niet. Ik kies voor launch Lightburn en dat was in feite de update, want hier komt Lightburn aan. Voilà. En we zien nu bovenin beeld dat we draaien met 1.1.01. Nou, dat is in elk geval hoe we de installatie van die update uitvoeren. Gaan we nu verder met wat andere thema's. In de video van vandaag hebben we 3 thema's. Je zult overigens gemerkt hebben dat het eerste stuk van de video, maar ook het laatste stuk van de video, kwalitatief misschien wat slechter is. Dat komt omdat ik dat stuk heb opgenomen op de PC, op de laptop, die is aangesloten op mijn Ortur Laser Master 2. En die laptop is wat ouder. Vandaar dat vooraan met name de geluidskwaliteit wat minder goed is. We hebben 3 thema's in deze video. En die zitten alle 3 onder laser tools. Dus 3 nieuwe zaken nadat de update van Lightburn 1.1.01 is uitgekomen. Als we kijken bij die tools, dan zien we daar bovenin functies als afdrukken en knippen. Nou, dat zijn functies die waren er eigenlijk al, alleen waren ze op een andere plaats. Datzelfde geldt voor de cameralens kalibreren en om de camera uitlijning kalibreren en de instellingen van de roterende as. Eigenlijk hebben we 4 functies die er dan komen. Dat zijn de focus test, de interval test, de materiaal test en de center finder. Nou, de focus test die kan ik je niet laten zien. Namelijk als je hem aanklikt, en dat zal ik je gelijk laten zien, dan zegt Lightburn om de focus test te laten werken, moet de Z-as zijn ingeschakeld in bewerken apparaatinstellingen. Nou, dat is een indicatie voor het feit, de Z-as is namelijk de as die omhoog en omlaag beweegt, dat het hier gaat om lasers die een automatische Z-axis hebben. Eventueel niet alleen lasers, maar natuurlijk ook voor de CNC-routers die ook een Z-as hebben die automatisch is, alleen die hebben geen focus. Dus uiteindelijk gaat het hier om lasers met een automatische Z-as. Nou, die hebben we niet. Conclusie dat ik de focustest niet kan laten zien, maar dan komen er 2 hele interessante. Het begint met de intervaltest. Ik klik dat even aan en ik krijg een klein venstertje te zien. Even iets uitleggen. Als je een object gaat maken, en ik zal dat even laten zien. Stel, je gaat iets maken, je trekt een vierkantje en je zet dat op een vullijn.
Als je dan klikt op de instellingen van die vullijn, dan zie je staan lijninterval in millimeters, 0,080. En dat staat gelijk aan lijnen per inch. Even voor alle duidelijkheid. Je kunt je voorstellen dat de kwaliteit van een afbeelding of van een vak wat je wilt vullen afhankelijk is van hoeveel lijntjes er bijvoorbeeld binnen die inch, nou laten we maar even zeggen binnen een centimeter, hoeveel lijntjes er van links naar rechts of van boven naar beneden gaan. Hoe meer lijntjes, hoe meer pixels en hoe meer je dus qua afbeelding kunt neerzetten. Echter, er zijn een paar dingen waar we rekening mee moeten houden. Het eerste is dat de lezer zelf wel eens beperkt zou kunnen zijn in wat zijn beste waarde is aan lijnen per inch. En lijnen per inch, dat is de waarde die we kennen onder de naam DPI. Je ziet hem hieronder staan bij 317,5. Nou, ik weet bijvoorbeeld dat mijn Ortur, die heeft een sweet spot van ongeveer 318, dus deze waarde hier 317,5, en dat staat gelijk aan 0,08 mm lijninterval. Wat dat betekent is dit. Je ziet dat hij bij mij van boven naar beneden leest. Dat zie je aan de linkerkant met die pijltjes staan. Dat betekent dat, zeg maar, hij begint rechts. Vervolgens laat hij een gaatje vallen van 0,08 mm en dan de volgende lijn die hij lasert. En dan weer een gaatje van 0,08 mm. Het eerste waar we mee te maken hebben is dat, zeg maar, dus de beperking die jouw laser heeft van hoeveel lijnen kan die nou eigenlijk kwijt binnen die centimeter. In dit geval, we hebben het over inch natuurlijk, maar ik noem maar even centimeter. Dat is om het makkelijk te houden. Je kunt je ook voorstellen dat als die ruimte te groot wordt tussen die twee lijnen, is dat dan de kwaliteit van je afbeelding gaat afnemen. En dat zullen we zometeen gaan zien, want dat gaan we zometeen met die test uitvoeren. Je kunt echter ook, en dat is de andere kant van het verhaal, als je die lijninterval te klein gaat maken, je gaat bijvoorbeeld naar 0,05, dan zul je zien dat de kwaliteit van de afbeelding of de kwaliteit van het vulvlak niet echt meer toeneemt. En bij die Ortho Laser Master is dan dus die sweet spot, die is ongeveer bij 317,5 dpi. Je zult zeggen van, hey, je haalt er twee dingen door elkaar, lijninterval en lijnen per inch, de dpi, 317,5. Nou moet je maar eens opletten wat er gebeurt. Als ik die lijninterval verhoog naar 1 en kijk dan met name naar die lijnen per inch, dan zie je namelijk dat die dus naar 25,4 is verhoogd. Dit is namelijk gewoon het aantal lijnen wat gelezen kan worden samen met die lijninterval, dus binnen die, zeg maar, die vierkante centimeter die ik even noem. Hè. Hier noemen ze dan inch, dat is ook inch natuurlijk, maar om het even makkelijk te houden voor ons hier in Nederland en België. Nou, ik verander, je ziet dus 25,4 en als ik hem weer verander naar 0,08, dan zien we dat hij weer op 317 van die lijnen heeft. Maar wat is nou de sweet spot? En dat is nou de grap van het verhaal. Wat is nou die sweet spot? We gaan even naar die functie toe. En dan krijg ik dit venstertje hier te zien. Even van boven naar beneden wat hier eigenlijk staat. De eerste twee aan de linkerkant, dus snelheid en vermogen, dat zijn bekende gegevens. Dat is, zeg maar, van hoeveel millimeter per minuut willen we datgene laseren wat we willen zien zometeen. Hangt een beetje af van het materiaal wat je wilt gebruiken. Hè? Zou je nou bijvoorbeeld hout gebruiken, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van ik kies daarvoor 1500 millimeter per minuut. Hoppakee. Dit doet verder niet zo heel veel, het is gewoon puur het verhaal van als je hout lasert, dan doe je dat met een bepaalde snelheid, hè? Met een bepaalde power. Nou, zou ik de power er even bij zetten, laat ik maar even zeggen iets van 30%. Ja, dus snelheid 1500, vermogen 30. Prima, dit zijn standaard zaken. Nu komt die. Het aantal stappen die we willen doen. We gaan namelijk zometeen zeggen van oké, we gaan die 0,08 mm invoeren. En dan willen we ook zien hoe bijvoorbeeld 0,12 bijvoorbeeld is. En wat 0,16 is en 0,2 is. Nou oké, het aantal stappen 10. Je zult zo meteen zien wat ik bedoel. Ja? Dan krijgen we de minimale interval. Dus de onderste waarde, dat is die 0,08. Je kan ook 0,04 doen. Laten we dat maar even doen. Voor de grap 0,04. Dus dat is eigenlijk het dubbele aantal rijen. Zeg maar. Dat is een dpi van 360 of zo.
Niet helemaal waar, 340 of zo, zoiets. Ja? Oké, dus dat is, hebben we ingevoerd. Dan willen we de maximale interval weten. Dus wat is de hoogste waarde? Nou, even in de gaten houden, hebben we gezegd 10 stappen. Dus als we nou steeds 0,04 erbij willen doen, dan moeten we dat dus 10 keer doen. Dus 10 keer 0,04 is uiteindelijk iets van 4 of zo. Ja? Even tricky, want 0,04 is eerst. Ja, iets van 4. Oké, dus we gaan hier 0,4 zetten. Dus niet 0,04, maar 0,4. Dan kunnen we aangeven van hoe groot de blokjes moeten zijn die gaat lezen. Dit staat hier op 15 mm, laten we even staan. Daaronder staat simple fill. Nou, dat is eigenlijk wat we hier daarna zien, dat zwarte blok, zeg maar. Een simpele vulfiguur. We kunnen ook een dithered image geven. Dus als we zeg maar een afbeelding gaan gebruiken, dat we gaan zien van hoe verhoudt zich dat dan op een afbeelding, zeg maar. Nou, dat gaan we niet doen nu, maar dat kan wel. Ik laat hem op simple fill staan en dan druk ik hier op voorbeeld. En let op wat we te zien krijgen. Dan zien we hier wat dus die lijnafstand doet. Kijk, als je met name naar dat zwarte blokje kijkt en van boven naar beneden, dan zien we zeg maar hier dat blok echt zwart zijn. Bij 0,08 is die ook echt zwart. Dit is dus al interessant. 0,012 eigenlijk ook nog wel, is ook goed te gebruiken. Maar hij wordt al minder bij 0,16. Oh, even kijken. Even oppassen, ik probeer even in te zoomen. Kijk, bij 0,016 gaan we de strepen zien, als je dat goed ziet. Bij 0,20 nog meer, en dat wordt steeds meer. 0,24, 0,28. Nou, dit is dus wat die DPI doet. Nou, hieraan kun je vaststellen dat je dit, zeg maar, dit blok ook net zo makkelijk met 0,12 kunt laseren, dan dat je het met 0,04 doet. Waarom is dat nou interessant? Nou, twee dingen. Enerzijds dus de kwaliteit van dat wat je te zien gaat krijgen. Nou, in dit geval 0,12 is voldoende. Anderzijds moet je je realiseren dat ten opzichte van 0,08, 0,04 het dubbele aantal lijnen is en het ook het dubbele aantal tijd is die de lezer erover zal doen om dat blok te laseren. Oké, dit is interessant. Ja, want hiermee kan ik dus zeg maar inderdaad een afdruk gaan laseren die aan deze waardes voldoet om te kijken hoe het resultaat is van of ik die lijninterval op 0,04 of van mij part op 0,32 zet. En die lijninterval, dat doe je dus hier bij, ik zal hem even cancelen, hierbij vullen. Want daar zie je dat je die lijninterval in millimeters kunt instellen. En dat is die waarde die daar getest wordt. Erg interessant verhaal dus. Even zien wat er nog meer voor functies in dat venstertje zaten. Je ziet dat die de waardes weer gereset heeft, dat zie je. Ook verder niet zo erg. We kunnen dus een voorbeeld laten zien. We kunnen dus een kader laten trekken, zodat hij even een vierkantje trekt rondom het gebied wat hij nu gaat lezen. Want dat is wat we hier in dat venster instellen. We kunnen het gelijk starten, dus als die laser is aangesloten op je PC kun je hem gelijk starten. Je kan ook, als je een laser hebt die bijvoorbeeld waar een SD-kaart in kan, kan je het versturen naar die laser toe. Dat is in dit geval niet aan de orde, want bij mij zit er geen SD-kaart in. En je kunt het bestand opslaan gewoon in jouw bestanden voor later gebruik. Erg interessant dus, de intervaltest. Ik heb hem zelf nog nooit gedaan, al heb ik hem wel een keer, maar ja, dat was eigenlijk anders, voor foto's waarbij ik de verschillende soorten van dithering, zoals dat heet, de verschillende soorten van foto's weergeven heb gedaan. Dit is best een interessante, zeg maar. Dit is een interessante test. En je hoeft dat dus niet zelf meer te ontwikkelen. Heel gemakkelijk, er is een soort van wizard voor nu in Lightburn. De volgende functie is ook een hele fraaie. Je hebt vast, misschien heb je dit wel eens een keer gezien, een video bij mij gezien waarbij ik een power scale ging maken. Mijn visie is altijd dat je voor elk materiaal wat je gaat laseren eigenlijk een schaal moet maken, een power scale, waarop je zeg maar de snelheden en de power, zodat je kunt gaan bepalen van bij welke snelheid en bij welke power krijg ik nou het beste resultaat. Oké, dat moest je zelf maken, of downloaden van het internet, of ik wat dan ook. Nou, daar is dus verandering in gekomen, want bij lasertools hebben we hier de materiaaltest, de material test. Even uitvergroten, daar zie je hem staan. En als ik die nu aanklik, krijg ik weer zo'n soortgelijk venster als zojuist.
En het is nu zelfs zo dat je zeg maar deze test kunt opslaan als een preset. Dat zie je daarboven al staan. Daar staat nu nog geen preset in. Maar als ik er een maak, kan ik hem hier opslaan. Ik kan hem weggooien. Ik kan importeren, exporteren. Net wat ik wil. Maar wat het nou is dit. Verticale rijen en horizontale rijen. Nou, in dit geval staat hier allebei op 10 blokjes. Even laten zien via het voorbeeld. Nou, hier komt het voorbeeld. Kijk aan. Ik zal even dat rode uitzetten. Dat is namelijk de lijn die gaat doen. Maar je ziet hier dus die blokjes allemaal. Het zijn 10 keer verticaal, 10 keer horizontaal. En dat is wat we hier dus zien staan. Dan zien we dat we op de verticale lijn op dit moment de snelheid willen tonen. En op de horizontale lijn het vermogen, dus de power. Het aantal percentages. Ook hier weer even in de gaten houden. Het gaat dus om 10 blokjes aan allebei de kanten. Het minimum is 600. Dat is het minimale snelheid. 600 mm per minuut. Het zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld lager wilt. Dan zul je dit moeten gaan veranderen. Maximaal zie je 18.000 mm per minuut staan. Pas op lieve mensen. Lang niet alle lasers kunnen dit soort snelheden aan. Mijn laser kan voor zover ik weet niet meer als 9.000 aan. Dus wat ik ga doen. Ik ga het maximum op 6.000 zetten. Ja, maximaal 6000. Gaan we even doen. Dus ik zet hem op 6000. Dat is mijn max. Zo. Even weer inzoomen. Dan de hoogte van de blokjes. Die is 5 mm. Dus het zijn blokjes van een halve millimeter met een halve millimeter. Want aan de rechterkant zie je de breedte staan. Die is ook een. Of een halve centimeter, sorry. Halve centimeter met een halve centimeter. De rechterkant zie je dat breedte namelijk ook een halve centimeter is. En we zien waar hij het gaat doen op het centrum van de positie. En dat is in dit geval het centrum van het bed. Want het centrum van het bed is op de x-as 200 mm en op de y-as 215 mm. Aan de rechterkant hetzelfde verhaal. We zien de count. Dus ook weer 10 blokjes. Het vermogen, het laagste blokje is 10% en het hoogste blokje is 100%. Nou, dit kun je dus veranderen. Het kan heel goed zijn dat je zeg maar zegt van ja, maar ik wil eigenlijk niet hoger als, ik wil stapjes van 5% maken, zeg maar. Nou, dan begin ik gewoon met een minimum van 5% en een maximum van 50%. Zo. En dan vervolgens druk ik op het voorbeeld. En nu zien we dat 6000 de maximale waarde is, 600 de minimale waarde. De power begint bij 5% en loopt tot 50%, zie je dat? En de interval staat op 0,08. Dat laten ze waarschijnlijk standaard staan, want dat is bij veel lasers de beste waarde die er is, zeg maar. Even terug naar dit venstertje. Daarmee hebben we dus al die waarden in het midden gehad. Hè? Die count en die parameters en die minimum, maximum, die hoogte, i-center, x-center. Dan kunnen we vervolgens die kleuren gaan veranderen. Want we hebben dus zeg maar de setting voor materiaal, dus material test. En dan hebben we hier wat we kunnen zeggen van oké, de basiswaarde die moet zijn 3000. Maximale waarde 50. Pas op. Pas op, pas op, pas op. Want dat wil zeggen dat die. En dat is even een hele lastige. Dit zal die uitschakelen hierboven, die 3000 en die 50. Want dat hebben we juist in die andere waardes gegeven. Maar wat je hier wel doet, is die lijnintervallen instellen die op 0,08 staat. Zie je dat? Dus die 3000 en die 50 mag je vergeten, want die heeft hier niets mee van doen. Ja. En wat we ook zien is de tekst. En dat is zeg maar ook weer, dat kun je zijn eigen waarde geven. In dit geval kan je wel hier een snelheid en een maximaal vermogen. Want als we even naar het voorbeeld kijken, dan zien we hier zeg maar die teksten die je hier ziet staan. Hè? Dat is allemaal tekst en dan ook die speed en die power en dit hierboven. Ja? Nou, dit heeft dus te maken met die blauwe lijn, met de blauwe waarde. Terwijl dit zwarte, die blokjes, dat is eigenlijk de zwarte, zeg maar. En ik ga er even vanuit, ik heb het nog niet getest, maar ik mag aannemen dat zeg maar dat wat hier bij Edit Material Setting staat, dat dit stukje hier van die 3000 bij 50 overruled wordt, omdat we daar nou net hier al die gegevens in hebben gegeven. Ja? Dat neem ik even voor het gemak aan.
Vervolgens hebben we hetzelfde verhaal hier. We hebben de mogelijkheid om het voorbeeld te laten zien. Dat hebben we net gezien. Ik kan kadertjes maken. Dus ik kan zeg maar een vierkantje laten trekken op het object om te laten zien van waar gaat hij dit dan lezen, zodat je het goed kunt uitrichten. Je kunt de opdracht laten starten met de startknop. Je kunt de opdracht pauzeren en stoppen. En natuurlijk als laatste de mogelijkheid om dit te sluiten. Dit zijn natuurlijk hele sterke functies. De volgende die we gaan doen, die komt vanaf de andere PC. De derde nieuwe functie vandaag zit onder Laser Tools. En dan de laatste optie, de Center Finder. Stel je voor, je legt een object op je werkbed en dat object is perfect rond. Denk aan ronde kurken onderzetters. Maar ja, natuurlijk, je kunt met een meetlat gaan opmeten hoe groot die kurken onderzetters zijn en op die manier het middelpunt bepalen. Maar dan nog, waar zit dat middelpunt dan op je werkbed? Dat is best heel lastig vast te stellen. En daar is deze optie voor, dus nergens anders voor. Het heeft niks te maken met het feit of je een cirkel tekent. Het heeft te maken met het vaststellen van een rond object op je bed. Ik heb op dit moment, je kunt dat niet zien, is ook niet zo erg, want ik ga alleen even in de software laten zien hoe je dat nou gaat doen. Ik heb daar ronde in het pannenonderzetters liggen op dit moment. Wat ik nu ga doen, ik ga naar het tabblad verplaatsen. Dat is degene hier aan de rechterzijde. Ik doe even die afstand hier bovenin. Verander ik even naar 10 mm. Dus een centimeter per keer. Anders duurt het namelijk uren. En dan heb ik hier die knoppen van links, naar rechts, naar boven en naar onder. En wat ik nu ga doen, op het moment dat ik dus die Center Finder aanzet, zegt hij hier: move your laser head to a point on the outside of the circle. Oftewel, beweeg je laserkop naar een punt op de rand van de cirkel. Oké, dat gaan we doen. Dus ik ga met de pijltjes toetsen. In de achtergrond hoor je mijn laser. Ga ik daar naartoe bewegen. Duurt eventjes. Het is handig daarbij de fire button aan te zetten, zodat je het lampje ziet. Nou, we komen in de buurt van het cirkeltje. Oké, nu is die iets te ruw, dus ik ga hem nu terugzetten naar 1 mm. Zo, en ik ga de rand van die cirkel opzoeken. Totdat mijn lampje op die rand van die cirkel staat. En nu zeg ik, zet het eerste cirkelpunt. Klik. Hij vraagt gelijk om een tweede en om dus een nieuw punt op de rand van de cirkel op te zoeken. Die twee punten mogen niet te dicht bij elkaar liggen. Dus ik zet hem weer op 10 mm. Zo. En ik ga maar even helemaal naar de andere kant. Dit zijn vrij grote omzetters, dus het duurt even weer. Maar we zijn er bijna. Het is iets te ver, dus we zetten hem weer op 1 mm. Zodat ik hem precies kan zetten. Zo, nu staat hij op de rand. Nu zet ik set second circle point. Oftewel, plaats het tweede cirkelpunt. Hoppakee, gedaan. Hij vraagt om een derde. Zet een derde cirkelpunt. He, mensen die hiermee bekend zijn, ik kom uit de GPS-wereld vooral. Dit is de manier waarop GPS zijn positie bepaalt via driepuntsmeting. Dus we gaan weer een punt op de rand van die cirkel benaderen. Doe ik weer even met 10 mm. Nu ga ik even naar rechts. En dan naar beneden. Nog even iets naar rechts. En dan even weer naar een millimeter zetten, zodat ik wat zuiverder kan werken. Zo, nu staat hij op de rand en nu zet ik het derde circle point. En nu zegt hij, de berekende positie van dat centrum is 190,7 op x en 191,5 op y. En als ik nu zou doen, jog to circle center, dan gaat hij daar dus ook naartoe. Er staat hier nog, add guide circle to project. Dat is waarschijnlijk dat je in het project wat je gemaakt hebt, dus wat je getekend hebt, dat daar zeg maar een cirkel getekend wordt om diezelfde cirkel die daar nu op dat bed ligt te representeren. En dat zal ik heel even doen. Even kijken of dat dan ook gebeurt. Nou, ik zie nog niks, maar ik heb ook nog geen oké gedrukt. Ik zal nu even op oké drukken. En zie daar, hier is de cirkel van het object wat bij mij op het bed ligt. Zo gebruik je deze functie. Die functie Center Finder.
Dit is gelijk ook het einde van deze video. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je weer een hoop geleerd hebt. Tot de volgende keer. Dag.